Leerlingen letten beter op indien ze altijd een beurt kunnen verwachten. Bij de onvoorspelbare beurt geef je leerlingen een beurt, ongeacht of ze nu wel of niet hun vinger opsteken. Waar je normaliter een vraag stelt en vervolgens een leerling bij naam noemt die zijn vinger opsteekt, stel je nu een vraag en noem je direct een naam, ongeacht of de vinger van de leerling wel of niet was opgestoken. Dit alles helpt om de leerlingen actiever bij de les te houden en om hun aandacht beter bij de te behandelen lesstof te krijgen. Ook bij de onvoorspelbare beurt gaat het erom dat de leerling erachter komt wat het goede antwoord op de vraag is. Het is belangrijk dat de leerling geen onnodige vermaning krijgt als hij of zij een fout antwoord geeft. Indien een leerling de vraag niet weet, kun je simpelweg de beurt verschuiven naar een andere leerling in de klas, waarbij je de leerling noemt bij naam en zegt: Daphne, kun jij de vraag herhalen en dan antwoord geven? Let erop dat je de onvoorspelbare beurt vanuit een positieve grondhouding toepast. Straal uit dat het voor jou als docent niet voor te stellen is dat een leerling geen zin zou hebben om mee te doen met je les en geef leerlingen waar nodig altijd 5 seconden bedenktijd voor het geven van een antwoord. Verplaats bij te veel denktijd de vraag door. Met de onvoorspelbare beurt stimuleer je betrokkenheid bij iedere leerling.